Het is toch raar? Van kinds af heb ik nooit vlees gemogen. Ik vind dat echt niet lekker. Katrien zegt: Ik heb dat nodig. Hebben sommige lichamen van nature vlees nodig en andere niet? En ik kom uit een vleesetende familie. Wel, je hebt de bestanddelen nodig die in vlees zitten. En hoe je die dan binnenkrijgt, dat kan via vlees zijn, maar kan ook via andere voedingsstoffen zijn. Nu, er zijn mensen die vlees niet goed verdragen, die het bijvoorbeeld moeilijker verteren. Ja. En dus misschien ben jij wel zo iemand ja, die, absoluut. Die, die wat minder uh, specifieke verteringsenzymen uh, heeft voor vlees, zodanig dat je wat meer uh, last hebt achteraf om het te verteren, dat mm. je wat. Ja, opgeblazen bent. Dat je... je slaapt. Ik slaap er niet van. Ja, ja. dat ja. het uh, wat blijft liggen op de maak. Ja, soms het zeggen. is de aard ja. van het beestje dan toch? Vermoedelijk. <laughs> zeg maar, je had het net over die voedingsstoffen die we nodig hebben, hè, die in vlees zitten. Over welke voedingsstoffen gaat dat dan? Wel, het zijn vooral proteïnen. Dat weet iedereen, dat we heel veel proteïnen hebben. Die... Voor de spieropbouw, dacht ik. Hè? Als voor spieropbouw, maar er zit ook heel veel energie in. Mm -hmm. uh, gewoon, ons lichaam heeft die energie nodig om te functioneren. Maar dan zit er een aantal specifieke stoffen in die ja die je toch moet substitueren dan naast de proteïnen moet je die ook vervangen uh, als je geen vlees zou eten. Dat is uh, vitamine B12, heel belangrijk, en ijzer. En wat vind je dat dan wel nog? Wel, in, in groenten vind je ook heel veel ijzer. Dus dat is spinazie, een... hè? Spina ja, dat is een, ja een dat, is, ah. dat is een fabeltje. Ja, dat is een rekenfout. Oké. Okay. Ja, ja. De hoeveelheid de ijzer in spinazie moet je delen door 10 en dan kom je eigenlijk uit op dezelfde hoeveelheid als al de andere donkere groene uh, groenten. Hmm. Dus veldsla, spinazie, uh, donkere sla, zit al, spruiten zitten zit ook heel wat ijzer in. Um, maar het addertje onder het gras, in die groente, zit ijzer eigenlijk in een, in een uh, minder goede vorm, een vorm die minder goed opgenomen, worden, om, opgenomen wordt. Dus in vlees zit driewaardig ijzer, in groente zit tweewaardig ijzer. Hmm. En als je die dan wil opnemen, of dat ijzer wil opnemen, dan moet je eigenlijk zorgen dat je maginout zuur genoeg is, want dan alleen zal ijzer uit groenten opgenomen worden. Dus je mag bijvoorbeeld niet combineren uh, ik zeg maar groenten en, en melk, of groenten en yoghurt. Niemand doet dat, of bijna niemand doet dat. Maar sommige... hey, 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 Jawel, curry's en voilà. zo. En jouw een ja. roomsausje. Ja, een in de roomsaus. Ja. Uh, dus eigenlijk, als je die combineert met melkproducten, met zuivelproducten, ga je die ijzer minder opnemen. Dus daarom dat soms vitamine C dan toegevoegd wordt. Om, om, om net uh, ijzer beter op te nemen uit groenten. Of gewoon wat citroen op je, op je slaatje doen. Ah ja, ja. dus welke combinaties moeten we dan wel doen? Wel, je hebt een aantal combinaties die die mogelijk zijn. Um Behalve de combinatie, dus die ik gezegd heb, groenten en, uh, en, en citroen. Granen en peulvruchten zijn bijvoorbeeld goed om die uh, eiwitten te vervangen. Uh, tarwen en een ei, tarwen en kaas is, uh, is, is wel goed. Uh, mais, daar mag je wel zuivelproducten bij gebruiken, omdat dat wel voldoende dan uh, um, aanvult. Bijvoorbeeld haver en noten is een goede combinatie om, uh, om eiwitten en alle bestanddelen uh, te gaan uh, oh, gebruiken. Dat is wel doen. ingewikkeld. Dus we gaan vooral missen B12. En ijzer? B12, dat is, dat is een ander verhaal nog. Dus daar moet je ook specifiek voor substitueren. Moet je ook bepaalde uh, zaken binnen hebben. Maar, ik wil toch even relativeren. Je, je, je maakt daar zo precies een drama van. Nee, eigenlijk ga wel. Als, je, <laughs> als je 30% minder vlees eet, dus één dag in de week minder vlees of geen vlees, of, of gewoon ja, je, je hoeveelheid vlees, want we eten allemaal veel te veel vlees. Absoluut. Als je gewoon 30% minder Vlees eet, ja, dan moet je niet gaan substitueren. Maar te veel vlees, wat doet dat dan met je lichaam? Wel, te veel vlees hangt eh, er een beetje vanaf welk soort vlees dat je gebruikt. Als je gewoon echt een, een mooi Chateaubriand eet, daar zit natuurlijk weinig vet in. Dat is bijna pure proteïne. Maar als je een, een, een kotletje eet, een spiering eet, een kot eet, eigenlijk waar vet in Kijk, de meest smakelijke vlezen die er zijn, zijn eigenlijk wel heel het, slecht. Wel, de smaak zit in het vettekens. Ah, ja. ja. Uh, wel, die gaan dan. Die, ja, dan. dan um, die, de cholesterol. De cholesterol die ja. erin zit. gaat je, ja, je cholesterol omhoog doen. Je moet weten wel. je totaal cholesterol is voor twee derde bepaald. door je eigen lichaamsproductie. en een derde door wat je eet. Maar het is vaak niet het vlees op zich, maar het sausje dat je erbij doet, het Béarnese sausje, dat maakt dat je te veel, te veel vetten binnenkrijgt. Maar het is niet alleen vlees, hè? Nee, je zei het daarnet. Ze willen ook vis eigenlijk een beetje afremmen. Hè? Of de consumptie van vis, vis afremmen kun je niet, maar de consumptie van vis afremmen. Hè? Wel vis, dat is een heel bijzonder verhaal natuurlijk. We weten, normaal gezien zou je vijf keer per week vlees moeten eten, twee keer per week vis, um, ook niet meer. Dus je moet niet drie vier keer per week vis gaan eten, want eigenlijk. Vis is zeer gezond als je het niet meer dan twee keer per week eet. Mm. Maar als je het meer gaat eten, dan krijg je toch wat te veel zware metalen binnen. En da, ja, die, die willen we ook niet binnen hebben. En die bij zijn mosselen ook niet plastic, gezond. heb ik gelezen. Even bij vorige mosselen week. zitten heel veel plastic deeltjes in. En dan aan de vis zit nog een verhaal aan vast. Uh, vroeger aten we allemaal zeevis of, of riviervis uh, of vijvervis. Uh, heel lekker. Nu is men beginnen vis kweken natuurlijk in batterijen. Uh, in het begin was die vis nog van vrij goede kwaliteit. Plus het voordeel. Dat er uh, geen zware metalen in zaten. Dus dat was een, een voordeel van die kweekvis. Maar op dit moment uh, wordt die kweekvis niet meer gevoederd eigenlijk met vismeel van zeevissen, maar met, met andere proteïnen, met antibiotica. Wordt die gevoed. Met antibiotica ook ja, om te ja. groeien. Waardoor dat maakt dat eigenlijk er in die vis die uit de kweekbatterij komt ook veel minder omega-3-vetzuren zitten. Ah. Dus die is niet meer zo gezond als vroeger. Dus ja, en hoe kan je die vis dan? Han får det fange. Waar zitten omega 3 vetzuren nou, in? Natuurlijk zeven eten. Ah, ja. Eens in de week blijft toch nog een, 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 goede, ja. een goed idee. En dan uiteraard wordt omega-3 vetzuur nu tegenwoordig toegevoegd aan allerlei smeermiddelen. Dus daar kan je het ook wel halen. Mm -hmm. Ga je vermageren als je nu stopt met vlees eten of minder vlees gaat eten? Wel, vermoedelijk zal je toch een paar kilo vermageren als je helemaal stopt met vlees eten. Je moet natuurlijk wel vervangen door, door andere uh, producten. Door Vleesvervangers. Als je die ook gaat bakken in, in vettige stoffen of je gaat vettige vleesvervangers kiezen, ja, dan zal je misschien niet gaan vermaken. Mm. Dus je moet die ook wel op een gezonde manier gaan bereiden. Um, maar het is vooral van de bijhorende zaken. Een stek op zich is, is een stek niet ongezond. Als je die niet te groot neemt, eigenlijk 150 gram is voldoende stek. Mm. Um, maar het is het sausje erbij, het zijn de frietjes erbij die het eigenlijk ongezond maken. En die het lekker maken, en die het lekker maken, ja. maar als je in de plaats daarvan een, een, ja inderdaad, een slaatje in gaat nemen met, uh, met wat peulvruchten, uh, met wat... Die zou lekker zijn. Ja, <laughs> Maar ik eet heel graag linzen bijvoorbeeld. Ah, voilà, ik ook. Dus ja. aan mij straffen ze niet met linzen. Uh, wel, als je daar een lekker slaatje kan maken, ja, dan zal je wel vermageren. Elke dag linzen voor de dokter dus vanaf uh. nu. Nu, uh, kinderen, hebben die vlees nodig? Ja, wel, je kan als, uh, als kind of als ouder kiezen om je Kind vegetarisch op te voeden, dat kan, maar je moet dan echt wel ofwel heel goed beslagen zijn in, het, in de vegetarische voeding, ofwel een diëtist raadplegen. Zodanig dat je toch zorgt dat je kind geen groeiachterstand oploopt, zodanig dat je kind voldoende proteïne binnenkrijgt. Natuurlijk, in het begin van de, van, de, van de groei zijn vetten eigenlijk het allerbelangrijkste voor kinderen om te groeien. Dus die, die voeding moet heel goed in evenwicht zijn. En ja, soms, t, nieuwe vegetariërs hebben niet die gewoonten om, om dat evenwicht meteen te vinden. Ja, maar het kan in principe wel van bij de geboorte ik ken volwassen mensen die sterk en gezond zijn en nooit gegeten hebben. Ga je zelf meedoen? Wel, ik zal mijn vleesgebruik beperken, zeker 30% verminderen. Daar wil ik me wel toe verbinden. Dat bedankt. De Madame met Anja Daams, Katharien van Doorn en Britt van Marsenille. Radio.